Welkom bij een nieuw In de Bagie Met. Vandaag met... Henriette van Hout. Ja, wat moest ik zeggen? Rijden, gaan we rijden. Goed in de kamer. Go, Henriette go. Van Hout ben ik. We gaan rijden. Wie zijn uw favoriete leerlingen? Ik ben Henriette van Hout en ik ben docent bedrijfseconomie en mentor van deze leuke mentorkindjes. En ik ben decaan. Heeft u ook kinderen? Ja, 4. 4? Ja. Oh. Wie is je favoriet? Mag je eerst zeggen, dat kunnen we eruit knippen. Hoe bent u dan hier gekomen? Ik ben economie gaan studeren in Rotterdam. Ja. En toen ben ik bedrijfskundige economie gaan studeren. Maar eigenlijk wilde ik liefst docent worden. En toen heb ik dus daarna de leraaropleiding gedaan. En wie kwam ik toen tegen bij die opleiding? Manda van de Week. Zo lang kennen wij elkaar al. En hoe bent u dan decaan geworden? Nou, dat was op een gegeven moment vacature. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon solliciteren. En tot nu toe vindt u het nog leuk? Ja. Maar ik merk als wij wel... weg zijn, niet meer. Nee, dan ga ik jullie wel missen natuurlijk. U speelde in musical Grease. Heeft u nog een goede blunder? Dat is gebeurd tijdens de repetities. Ja, maar niet alleen tijdens de repetities, tijdens de voorstelling ook. Want ik had 1 regel zangtekst. Ja. Nou, hij is geen 1 keer gelukt. Ik kan gewoon niet zingen. U heeft geen zangtalent. Ik heb geen zangtalent. Stel je voor, u had een seksscène. Met welke docent zou dat dan zijn? Mijn crunch in Grease was dan natuurlijk meneer Reumer, Alex Reumer. Maar zou je dat ook met hem willen hebben? Stel je voor, u mag zelf kiezen. Dat is wel een beetje een leeftijdsverschil natuurlijk. Hè? Daarom maar zelf... mijn vriendinnen zijn komen kijken de eerste donderdag. En die hadden wel iemand die ze dachten, zo. Wie? Danny. Wie knap is. Nou, wie is knap? Ik ben snap feit kwijt. Oh, wacht. Die Nederlands docent. Kort? Nee, de meneer. Oh, Kroesje. Ja, meneer Kroesje. Even nadenken hoe ik nou rij, hoor. Ja, je moest hier afslaan, mevrouw. Niet volgen. Ja, echt wel. Nee, we gaan niet naar de McDonald's. We gaan naar de Wasstraat. De Wasstraat is de volgende. Ja, maar we gaan ook naar de Mac. Nee, ja. We gaan even door de Wasstraat. Want nee, de auto is maar wij zo gaan vies. Nog weg, zo goed. Dankjewel. Die is een celebrity crush. Dat was altijd Tom Cruise. Oeh. Dat is van mijn tijd, hè? Denk ik. Nou, hij is nog steeds wel mooi, hoor. Ja? Ja, hij is nog wel lekker. Ik zou hem doen, maar dat ben ik. Doen? We gaan nu de wasstraat in van de mevrouw van Houten auto is een beetje vies. Dus die gaan we even wassen. Wat doe ik altijd? Gewoon. Intensief, denk ik. Oh, nou, kijk eens. Alsjeblieft, dankjewel. Zij gaat zo stuiterend de auto uit. Ja, dus drink maar niet. Mag ik mijn raampje open? Nee. Toen zit het kinderslot erop. Ja, dat werkt niet aan de voorkant. Dat werkt alleen achter het kinderslot. Oh, kijk de vrouw, kijk de vrouw. Gaat u niet stofzuigen? Ja, willen jullie graag stofzuigen? Mm-mm. Jullie mogen wel stofzuigen? Nee, echt niet. Kom, we gaan. Gaan we snel zonder Leanne. Huh? Hey yo, we bouncen op die beat. Hey yo, we stampen op die beat. We rampeneren op de vloer. En het geeft geen ene woord. Hier alleen, in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van mij meer gehad. You can dance, you can dance. Heeft u nog adviezen voor ons, zeg maar als jongeren, voor in de toekomst? Oh, als jongeren hebben jullie het maar zwaar. Wie vinden jullie als docent nou het beste gekleed? Ik vind Charante, vind ik altijd wel goed gekleed. Ik vind u wel altijd goed gekleed. Smeets is gewoon mooi. Dat ja, gaan we er vinden niet, jullie ook? Dat gaan we niet in. Ja, maar we vinden het dus ook. Maar meneer dan zeg ik, ja, dat kun je niet maken. Dat is mijn baas, mijn leidinggevende. Oh, meneer Kroesje. Meneer Kroesje is altijd netjes gekleed. Ja. Nou, ik ga toch eens even iets beter letten op meneer Kroesje. Wat misschien niet iedereen weet, is dat hij kanker heeft gehad. Mm-hmm. Kunt u die periode misschien een beetje beschrijven? Dat is denk ik ruim 4 jaar geleden. Toen had ik borstkanker. En ik ben geopereerd in december. En toen dachten, in eerste instantie was het operatie. En daarna zouden ze bestralen. Maar toen hadden ze ook een stukje weefsel van je poortwachterklier weggehaald. En dat bleek niet goed te zijn, dus toen moest ik aan de chemo's.
toen met de bestraling had ik natuurlijk ook dat mijn haar eruit viel. Oh ja. Ja, dus toen heb ik een mooie pruik uitgezocht. Rond de zomervakantie kreeg ik weer de eerste stekeltjes. En dus na de zomervakantie ben ik weer begonnen met mijn grijze korte koep. En ja, en nou zijn we zoveel jaar verder en heb ik weer 3 jaar verder en heb ik gewoon weer haar. Mijn slechtste vak is natuurlijk bedrijfseconomie. Mm-mm. Maar volgens mij was een van hun slechtste vakken Frans. Ja, klopt. Dus ik heb iets heel leuks voor je meegenomen. Oh. Een taaldoorboekje. Oh, wat fijn. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Tu aimes aussi l'anglais? Frans. Chocolat. Pourquoi? Pourquoi? Dit moet ik zeggen, pourquoi? En le prof, et comment? Oh, le prof, il... Henriette Dubois? Il... Tu as beaucoup de devoirs? Ja, beaucoup. Au revoir. Nou, ik vond het wel goed hoor, mevrouw. Ik vond het wel goed. Kijk, dit is nou mijn lievelingsauto, die wil ik ook. Zal ik vragen of hij hem wil ruilen? Zal hij of zij? Meneer! Deze vrouw wilt uw auto ruilen. Ik wil een Fiat. Kan je het vragen? Ja. Zou ik vragen wat voor soort auto het is? Ja, dat is een Alfa, dat zie je meneer, toch? Meneer, wilt u ruilen van auto? Wilt u ruilen van auto? Deze vrouw ik is heel vet. Deze auto wil ik nou. Dat was mijn volgende. Dit was In de Waggie net. Met Henriette van Hout. Doei! Tot de volgende keer. Nou, superleuk. Oh.